Ik ben 15 jaar geleden ongeveer begonnen, ruim 15 jaar geleden, met een stel vriendinnen. En sindsdien schilder ik. Ja, ik werd eigenlijk gevraagd of ga je eens een keer mee en ik vond het direct heel erg leuk. En toen merkte ik dat ik het heel erg leuk vond en dat ik er ook heel ontspannen van werd. En toen heb ik meerdere cursussen gevolgd bij verschillende mensen. En ik vond het eigenlijk steeds leuker en licht en donker gebruiken. En veel meer kleur werken en het werd echt een hobby van mij. Ja, ik heb wel regelmatig meegedaan bijvoorbeeld met Kunstroute in Lochem, daar woonde ik eerst. Maar ook op kunstmarkt hier in Bonn gestaan. Ik doe het af en toe. Ik vind het leuk om ergens gewoon een expositie te hebben zoals hier, dat mijn werk hier kan hangen voor langere tijd. En dat vind ik eigenlijk het mooist. Hoe bent u bij Erven Hondenborg met tentoonstelling terechtgekomen? Ja, ik heb ze zelf een keertje benaderd. Zo van, nou, ik vind het heel erg leuk om schilderijen op te hangen. En volgens mij past het heel mooi bij jullie locatie. Heb ik wat foto's doorgestuurd en waren ze eigenlijk direct enthousiast. Dus ik hang hier nu eigenlijk al wat langere tijd. En ik heb ook een paar schilderijen mogen verkopen via ze. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar ik vind het vooral heel erg leuk dat het hier hangt en dat het hier heel mooi past. Dit schilderij heb ik vorig jaar gemaakt. En je ziet eigenlijk, als je goed kijkt, zie je dat... Ik heb eigenlijk eerst de ondergrond gemaakt, wat je hier ziet. Dus heel veel met kwast eerst. En toen heel veel ook getamponeerd. En daarna heb ik, wat je hier ziet, heb ik met mes gedaan. En het groene gedeelte heb ik eigenlijk pas later opgezet. Dus het was eigenlijk helemaal zo. Dus ik heb het groene gedeelte pas gedaan toen ik de dame erin had gedaan. Het is wel voornamelijk met kwast gedaan. En ik probeer wel zo droog mogelijk te werken. Dus, en hier zie je dus, ja, ik vind het gewoon heel mooi om met veel kleur te werken. En je ziet ook als je inzoomt dat er ook echt wel wat meer kleur in zit dan alleen maar het blauw-groen-wit. En en dat ook eigenlijk zo'n lijst ook heel veel kan doen. Of je wel of niet een lijst ergens omheen doet. En hier heb ik dus de lijst gewoon eigenlijk in dezelfde kleur toegepast. En zo kun je het eigenlijk ook... in opdracht gewoon overleggen met elkaar hoe je het wilt hebben. Nou, ik schilder in ieder geval wel heel graag met veel kleur. En ja, de stijl is, is wel een beetje lastig te omschrijven. Het is wel figuratief over het algemeen. En met acryl. Maar ik vind het wel heel erg leuk om dan wel met mes en dan weer met kwast. Maar ook met tamponeren en diverse gereedschappen, materialen te gebruiken om te schilderen. Ja, ik denk voorlopig nog vooral voor mezelf. Ik moet het vooral ontspanning vinden. En ook wel in opdracht, dat doe ik nu ook. Ik maak ook dit soort portretjes op verzoek. En het vind ik heel erg leuk om te doen, maar niet altijd. Ik wil soms ook gewoon helemaal mijn eigen ding doen. En dus ik moet het vooral leuk blijven vinden en dan denk ik dat ik het nog heel lang doe. En misschien te zijn de tijd ook weer met meer mensen en ook af en toe weer workshops geven. Ja, doe vooral omdat ik het leuk vind. Want het is gewoon een hele mooie, ontspannen hobby. Ik kan het heel veel mensen aanraden.